Herodotus, boek 5, paragraaf 92, gamma. Socles vertelt het verhaal over Aethion als antwoord op het Spartaanse voorstel om een tiran in Athene te installeren. Aethion heeft in Delphi een orakel gekregen waarin wordt voorspeld dat zijn kind Corinthe zal straffen. De Bacchiaden weten nog van een ouder orakel waarin Corinthe werd gestraft. En die link wordt nu verder uitgelegd. Herodotus keert dan na de korte uitweiding over het oudste orakel in ongeveer dezelfde bewoordingen, vertelt hij dat men het toen niet begreep. En dat noem je een epanalepsis. Het oppakken van het hoofdverhaal na een digressie door al dan niet de woordelijke herhaling van een deel van het voorafgaande. En hier gaat het dus dat tolmen proton genomenon gesterion, ook dat proton genomenon. En dan heb je weer en dan een bijvoeglijk naamwoord. Dat dan even besprekend. Toetel, men, en dat dus, daarmee wordt het eerste orakel, het oudste orakel bedoeld, toisi bakriaidaisi aan de bakriaden, proteron genomenon eerder gegeven, dat aan de bakriaden eerder gegeven orakel, en was atek marton, was onbegrijpelijk, en eerder was het asemon, onduidelijk. En dan heb je tot de op dat moment, en dan heb je een mende constructie. Eerst was het onbegrijpelijk, maar met het tweede orakel erbij niet meer. To genomenon, aan te vullen, gresterion, orakel, nadat het orakel Aethioni aan Aethion gegeven was. En dit is dan het lijnend voorwerp van de hoofdzin. Vanwege de nadruk is het voorop geplaatst heus epentontel. Toen ze het vernamen, toen ze het orakel geven aan Aethion vernamen, meteen ook tot proton het eerdere vul weer aan orakel zijn Erkan is een aoristus derde meervoud van sun iemi. Snapten zij, begrepen zij. Er volgt een ACP-constructie. Participium is eon, participium praesens van iemi, zijnt sun oidon, plus dativus zijnt in overeenstemming met dat toi, verwijst naar het orakel, met dat van Aethionos van Aethion. Dit hele stukje is erg lastig vanwege de vele verwijzingen naar de beide orakels. Hou goed in je hoofd dat elke keer als zij spreken over het eerste, het oudste orakel, dat er dan proteron gebruikt wordt om dat te onderscheiden. Terwijl dat bij het tweede orakel, het aan Aethion gegeven orakel, niet gebeurt. Dan even weer verder gaan met Sunentes. Ik heb even een nieuwe slide erbij gepakt. En dan is er sprake van een kop-staartconstructie. Een constructie waarbij een vervoegde vorm van het werkwoord aan het einde van een zin. En dan hebben we hier sun erkan aan het begin van de volgende zin weer wordt opgenomen door een participiumvorm. En dat is hier gebeurd. Sun tentes pakt het sun erkan op, participium aoristus, begrepend hebbend. Kaitoutel, ook dat, dus het orakel van Aethion. Eigen en schunnie hielden ze het in stilte. Hielden ze het stil. Etelontes, participium praesens, willend, van plan zijn. Heer Kausal geeft een reden voor het stilhouden, omdat ze wilden. Tot melonta, ook weer een participium, daarom onderstreept. Participium praesens bij Gonon, het zullende kind, kinestai, geboren worden, het kind dat geboren zou worden, Aethioni aan Aethion, het toekomstige kind aan Aethion. En wat ze daarmee wilden staat met een infinitivus diaphtairoi, een infinitivus aoristus, ze wilden het doden. Hoos hoort bij tagista, hoos. Zodra als eterke aoristus van Tikto, baarde Heguna, zodra de vrouw bevallen was, gebaard had,
Pem Poesie. Let op, het is een Prysensvorm. Hij weet te maken met een Prysens historicum. De meest cruciale momenten wordt het Prysens gebruikt. Sturen zij Sveon Autoon. Nou, dat moet je lezen als Hei Autoon. Van henzelf sturen zij DK10. S is weer ijs. Naar Toldemon, naar de wijk. En daarmee wordt dan Petra bedoeld. Nou, om dat uit te leggen volgt nog een betrekkelijke bijzin. En Toi is weer het betrekkelijk voornaamwoord. In de welke, waarin, kat, oi, ketel, een derde persoon enkelvoud, plus kwamperfectum, zonder argument, komt vaker voor bij Homerus, bij Herodotus. Waarin hij woonde. Nou, het onderwerp is dan Aetion natuurlijk. En dan apok te neontas, een participium futurum, geeft het doel weer. Zullen de doden, kun je heel goed vertalen met om te doden tot paidion, het kindje. Het congrueert met het leidend voorwerp deka, waarbij je een woordje als andra's moet toevoegen.